T-Naturals en Stichting Make a Difference houden de komende zondag een UMA Day in Masonaria aan de Anton Drachtenweg. Dit in verband met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart. De UMA Day is bedoeld om vrouwen bewuster te maken van het leven. De activiteit bestaat uit 8 trainingen. Erna Afiankooi, een van de organisatoren, zegt dat op de trainingen verschillende onderwerpen zullen worden behandeld. Ze noemt onder meer, hoe kan je jezelf het beste presenteren? Hoe kan je doelgericht leven? En hoe kan je daadwerkelijk je doelen halen? We hebben gekozen voor deze thema's omdat het centrale thema zelfbewustzijn is. En wij weten allemaal dat het bijzonder belangrijk is dat vrouwen zich kunnen ontwikkelen en blijven ontwikkelen. Op basis van de impact die ze hebben op de samenleving. Er is een hele belangrijke uitspraak waarbij men zegt, als je tijd stopt in een vrouw, heb je in principe de totale maatschappij ontwikkeld. Wij weten dat vrouwen geven, niet alleen in het gezin, maar ook in verschillende lagen waar ze participeren. Nou, dan is het ook wel nodig dat jij jezelf de nodige energie geeft. Want wie niet vol energie is, die kan niets geven. Dus deze dag is bedoeld om vrouwen te boosteren, zodat ze de resterende 10 maanden van het jaar in staat zijn om hun plaats in de samenleving in te nemen. Er zijn genoeg programma's en instituten die gendergelijkheid promoten. Echter is dit niet voldoende, zegt Afiankooi. Ze benadrukt dat de vrouw ook zelf kan beslissen om haar leven te veranderen. Om specifiek te noemen weet ik dus dat er bijvoorbeeld als we kijken naar de Nationale Vrouwenbeweging, dan hebben ze een aantal trainingsprogramma's waar vrouwen aan kunnen deelnemen. En zo zijn er dus initiatieven, niet altijd vanuit de overheid, maar ook particulieren die bezig zijn. We kennen het bureau gender aangelegenheden die ook probeert om de positie van vrouwen continu systematisch te verbeteren. En nee, omdat het ook een persoonlijke verantwoordelijkheid is van de vrouw zelf. Wat wordt aangeboden en in hoeverre maak je daarvan gebruik? Erna Afiankooi van T-Naturals. Samen met de stichting Make a Difference organiseren zij zondag een UMA Day om vrouwen zelf bewuster te maken.